Hallo en welkom bij een nieuwe video vanuit de wereld van Roelantica. Ook hier hebben ze afgelopen jaar niet stilgezeten en zijn er weer een hoop nieuwe dingen te beleven. Dus laten we snel kijken, want er is genoeg te ontdekken. De eerste nieuwigheid bevindt zich op de eerste etage van de foyer. Want mocht je nou niet van zwemmen houden, dan kun je ook altijd terecht in de panoramabar met een prachtig uitzicht over de waterwereld. Ook nieuw is Snorri's Snorkeling, waarin je gaat snorkelen in een virtuele wereld. Voor een kleine bijdrage krijg je een snorkel en een virtual reality bril. Dan kun je dit bassin in en dan begint je virtuele avontuur. Higgedal is het nieuwe gebied om helemaal tot rust te komen. Geniet van een van de relaxruimtes, een drankje of een pokeball aan de saunabar of uiteraard een bezoekje aan een van de sauna's. Maar de grootste toevoegingen van Roelantica, die vind je buiten. Want als je het echt luxe wil doen, dan kun je je eigen VIP-jacht huren. En wat zit er dan bij, zou je denken? Nou, toegang tot je eigen luxe jacht met de binnen- en buitenruimtes. Onder andere een minibar, een tv, culinaire mogelijkheden, je eigen zonneterras, je eigen buitendouche. En tot slot een fles Cremant-Delsas, een fles met bubbels om te proosten op een heerlijke dag in Roelantica. En alles in je eigen privésfeer. Maar dat is nog niet alles, want Roelantica opende onlangs twee nieuwe outdoor themagebieden. Snorri's Strand voor de allerkleinste. En Svalkerok met 10 glijbanen en meer dan 100 waterspeelmogelijkheden. En daarmee kreeg Roelantica in één klap een van de grootste outdoor waterspeelgebieden van Duitsland. En daar wacht op ons designer Matthias Lange en die kan ons daar alles over vertellen. Oké, okay, we're here at the new themed area Svalkerok. Can you explain us a little bit what Svalkerok is? Yeah, Svalkerok is something like an island that is in front of Roelantica. And you know the story about Svalgur and the Fountain of Life we have in Roelantica. And Svalgurok was built that the ships don't come to Roelantica, that you see the big snake. So it's a rebuilt Svalgur snake. And this is an outpost that the ships don't come and that they don't find the Fountain of Life. How long did it take to design it? Have you begun before it was ready building the indoor water world? It was more or less to the same time. So this was we were there early, I would say. So we know that we would have something outdoor. And this is something we designed it 2017. So it was when we also designed parts of the water park, we did this also in the same time. Did you start with just like the hardware, the slides, or do you first thought of the theme and then you think, oh, this is a nice slide and we can add that to it? I mean, first we have always our story. So that was, it was the story idea of Svalgurok, of this island, of this construction. And this was the first start. And of course, we know in our minds that we have something like a slide tower with lots of slides. So this is something we had in mind. Then the story came in, and with this story, then we start with the hardware. So with the slides, with the stairs, everything, and then we build our theming on it. We defined the colors, and we defined also the painting on it. So this is everything that comes from us in our design process, that we have the idea to build it, that you have this experience in the end, and that it fits together. What is the thing you're most proud of? I think the experience itself. So, you know, we planned this, and we planned it also with 3D models, and we imagined how it will look like. But if you're standing in there with all the sights you have in there, this is something that is surprisingly good also for us. And this is something I would say we are most proud of, this feeling that you have when you're standing in there. En je zou misschien denken, voor een rondleiding door een waterwereld heb ik verdomd veel kleren aan. Tijd om een zwembroek aan te gaan trekken en het zelf te proberen. Hoor?
Yes! Zo zie je weer, er is genoeg nieuws te ontdekken, dus kom vooral zelf kijken. Maar voor nu, tot de volgende video en tot ziens in Roelantica!